Ik ben Pierre Wind, coccoloog. Ik ben Fons Dijkstra. Ik ben directeur bij een vleesverwerkend bedrijf. Die levert aan horeca en instellingen. Ik ben Renata Horenova. Ik werk bij Bionext, een organisatie om biologische producten te promoten. En daarnaast heb ik een eigen bedrijf in culinaire opdrachten. Wat we gedaan hebben is een test vleesvervangers. Vier experts hebben 16 vleesvervangers getest op voedingskundige aspecten en smaak. Ik heb heel veel met vegetariërs eten, want zeg maar in de jaren 80 al wilde ik de vegetariër altijd verwennen. Ik ben van nature gewoon een vleeseter, een viseter, ik eet alles. Maar ik vond altijd wat vegetariër in restaurants bekijkt eraf komen. Tot dusver ben ik eigenlijk wel teleurgesteld, moet ik zeggen. Het meest opvallend is dat je duidelijk kunt zien dat het een fabrieksmatig product is. Wat me heel erg opviel is op hoeveel verschillende manieren het gemaakt worden, of gemaakt kan worden. Dat vond ik wel heel erg opvallend. Je kan wel zeggen dat zeg maar, veel dingen beter is dan 6, 7 jaar geleden. Maar als ik heel erg kritisch en eerlijk ben, dan is het nog steeds wel heel erg triest gesteld met de vleesvervangers. Het bleek wel dat de meeste vleesvervangers toch nog echt tekort komen op het gebied van malsheid en sappigheid. Maar er is toch één product bij wat er heel erg dicht in de buurt komt van vlees en wat zelfs hardcore vleeseters wel zal foppen. Ik heb tot nu toe 8 producten geproefd en van de 8 producten zou ik 1 product gebruiken, de 7 andere niet. Nou, wat ik wel echt heel bijzonder vind, ik wil niet zeggen dat het mijn favoriete producten zijn, helemaal niet, maar wat ik wel, waar ik gewoon als voedselman enorm bewondering voor heb, is dat er nu een product bij zit wat zo dicht zit bij het spierweefsel van normale, van kip of van kalkoen. Dat is ongelooflijk bijzonder. Dat mondgevoel zit zo dicht bij het werkelijke, vind ik gewoon knap. Dat zou het kunnen. Nou, of het nou echt lekker is,